Wadua sangi masrabo tati de. Alamala let the fire. Make me see the smartphone. Alamala open the smartphone, open the telephone. Make me see the fire. Ala ne fire jaso. Ala smartphone cell jaso. Make grota pushi taki wakina baga bauta. Make damashi. Alamala. Look at the fire jaso in waser. Let the fire. Let the fire. Let the fire. President kan take deel naar verkiezing. Een president kan take deel op basis van onze constitutie, een grondwet, een kiesregeling. Een president kan take deel naar verkiezing. Je moet de Surinaamse nationaliteit hebben. Je moet minimaal 18 jaar zijn. En je moet ingezetene zijn van het land. Dus dat wat ik moet zeggen, Libina Kondre, die schrijft in een burgerlijke stand. Alles maar dat hij kan take deel naar verkiezing. Zonder meer. Wel, meneer Boutersen is kiesgerechtigde. Ik denk dat hij boven 18 jaar is. En hij woont op Leonsberg. Dus aan mij valt toe naar Asani. Dus no one man kan stoppen, man. Ja? No one man kan stoppen, man. Voor gaan naar verkiezingen. Dat tenslotte moet ik eten van Asani voor zorgen. Dat ik naar true. Meneer Sumita. Ik ben de voorzitter van KTPI en meneer Aaron Besroting als minister van LVV. En toen ik verkiezen hoor, en ik ben in Santo Boma, maar ik ben de lijsttrekker van de partij. En als ik win verkiezen, dan ga ik tegen mijn palm in Santo Boma. Voordat ik het boek overhandig met de titel De geheimenis achter het Surinaams volkslied wil ik kort dit zeggen. 2000 jaar geleden hebben de hypocrieten gezegd, hebben de lafaards gezegd, hebben de misleiders gezegd, laat één man sterven voor het volk. Maar ze bedoelden het niet goed. Maar vandaag wil ik u meegeven. Laat het Surinaams volk sterven voor één man. Laat het Surinaams volk sterven voor één man. Una bana bong meke den towe dotikom 25 mei wo kotia bana trosiaso me herhaal bouta you na bana bong meke de towe dotikom 25 mei wo kotia tros. Dai sabi abana die pandi asama kapem komo to ape te pandeng i pandien boom anai pu feifiana anai pu tinana anai pu twentiana der taxitas wonaki de miere de ostroto bauta. Soutu bauta. Dufui bauta. NDP bauta. Ingi bauta. We president, we voorzitter. Of kan je bedoel wan bauta fu Japan. Of kan je wan bauta fu Angola. Dufui bauta de wan soto. Mitaki. Anai wako. Mi tegen de mataki, if you have a politiek partij, and you want to do politiek, doe politiek. Maar je nom meklek je wan fetanga NDP.
klik je wat vertje en die pay met een boeiatje voor taigi taki. Je feti wan lasi feti wan mibe taki. We har minimal 26 zetel, maar mi kenka sani we har minimal 30 zetel. Deze partij gaat winnen, niet met 26. Me want taki 34 ho. Wan moeilijk me ho. Wan moeilijk me, want taki 34. Efu bari nyame taki 34. Efu bari nyame taki 34. Efu bari nyame taki 34. Wij gaan ervoor zorgen dat op 25 mei 2020 de Nationale Democratische Partij als de grootste partij uit de bus komt met 34 zetels. Was my body? Yeah! Ik kan cry, we win you. Ik kan jumpen, we win you. Ik kan lay, we win you. Ik kan gewoon chucha, we win you. Daddy, we win you. We win you. We win you. Tine wit napja, Mr. Bouterse, voor taigi you, taki you people, nabu na ibaka, and you people, o sorgu taki, no one, yo kuta balais, ma we sorgu taki, we stampot you baka. They can bondru, we winning. Make them a bundle, alasade abi, we winning. Me kona pitranga, me win you. Me win you in the carry. Kem tagi me win you in the carry. Ofanga I say man. En die amnestie wet, wij gaan ervoor zorgen dat wij die wet handhaven voor de Republiek Suriname. Wij gaan met niemand meer discussiëren over die amnestiewet. Die amnestiewet is wet voor Suriname. En zolang, tenzij, one day erna komt, Tamara, en dan vind ik een kinking. Maar zolang dat nog staat, het is wet voor de Republiek Suriname. In lobbying, het is wet. In lobbying, het is wet. Dat naar de afspraak zou ik naar Makandra op het gebied van wet en regelgeving. En beste mensen, ik eindig met wat ik ben begonnen. Mie taki jo soto bouta. Na bouta fu Angola. Ana bouta ja. En wij als volk gaan ervoor zorgen dat we onze leider die bescherming geven. En ervoor zorgen dat hij op de DNA-kandidatenlijst komt. Bij de kandidaatstelling in april, en wij gaan ervoor zorgen dat wij hem weer gaan maken tot de grootste politicus met de meeste stemmen van iedereen. En wij gaan ervoor maken, tenzij inschrift taki aan een Trump president moro, maar we een poting een derde termijn. May God bless you.